echt heel trots op mezelf. In 6 maanden gaat dat zeker wel lukken. Dat heb ik echt, nou, 100% gewoon. Want het is best wel weinig eigenlijk. Yes! Shit. Ik denk dat ik ongeveer 400 bestanden heb verwijderd. Volgens mij is dit de laatste video. Oh my god. Ik heb net mijn iOS 15 homescreen af. Goedemiddag. Ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar het is middag. Het is 10:50. Ik heb net lekker gedoucht. Mijn haartjes en zo zijn weer lekker gewassen. En ik heb net ook even een plan gemaakt of dingen die ik wil doen vandaag. En dat is filmrol opruimen en taken doen van magneetbord. Want daar gaat deze video over. Ik weet dat deze video wordt geplaatst na een video van magneetbord. Het is vandaag zaterdag 9 juli. Ik heb al de afgelopen weken, of de afgelopen maand, heb ik mijn filmrol echt zo goed opgeruimd. Echt heel trots op mezelf. Echt wauw. Want het was eerst iets van 5000 nog wat. En nu is het 3... Doei! Doei! En nu is het al 2700 nog wat. Jullie hebben het wel gezien van mijn camera, wat ik vanochtend ging opruimen. Maar mijn doel is dus om... Over 6 maanden, want ik heb een 6 maanden plan gemaakt, daar ga ik zo nog even kort op in. In dat 6 maanden plan heb ik geschreven dat ik mijn filmrol wil hebben opgeruimd tot 2000 of onder de 2000 foto's en video's. Dus ik heb nog 795 bestanden te gaan, maar in 6 maanden gaat dat zeker wel lukken. Dat heb ik echt, nou, 100% gewoon, want het is best wel weinig eigenlijk. Want ik heb in mijn Notion heb ik namelijk een 6 maanden plan opgesteld en dat gaat over... Wat ik over 6 maanden gedaan wil hebben. Dus waar ik van af wil komen. En ik heb daar ook deze staan van het magneetbord. Dat deze serie af moet zijn. Nou, hier heb ik dus in mijn Notion heb ik een 6 maanden plan opgesteld. En dan schrijf ik in 6 maanden wil ik puntje, puntje, puntje. Heb ik opgeschreven wat ga ik per maand doen. En per week moet je dan puntje, puntje, puntje. En dan maak ik dus ook weekplanningen. Want voor die 6 maanden plan heb je wel elke week iets te doen. Om die 6 maanden plan te halen. Om die dingen te doen. Ik heb alvast een weekendplanning gemaakt voor week 27. En het is vandaag dus zaterdag. En ik moet vandaag werken. Dat staat hier. Ik ben heel benieuwd naar het 6 maanden plan. En of het me gaat lukken. Maar ik heb er eigenlijk heel erg vertrouwen in. Dat gaat gewoon lukken. Want ja, 6 maanden is best wel lang. Dus dat kan echt wel. Daar ben ik blij mee. Heb ik gisterochtend opgesteld. Nou ja, ik heb dus in mijn... En het eerste wat ik even ga doen is... Kijken naar de taken van het magneetbord. En dan gewoon eentje uitkiezen en daar even gewoon een half uurtje mee zoet zijn. Daarna ga ik even lunchen en daarna zie ik het wel. Ik ga nu even naar het magneetbord kijken en dan even kijken welke taak ik als eerst ga doen. Nou, ik ben heel snel terug bij jullie, want ik weet al wat ik ga doen. En ik ga beginnen met mijn ASMR-achtergrond te veranderen in Canva. En ik wil maximaal echt, ja oké, een half uurtje mee bezig zijn, maximaal. Dus ik ga een timer zetten en dan ga ik er gewoon mee aan de slag. Yes! Oh, cool. Yes! Het is 12:58 en ik ben klaar met de thumbnail maken. Wat zeg ik? Met de achtergrond veranderen. Ik heb nog 2 minuten en 48 seconden over. Dus die timer ga ik even stopzetten. Annuleer. Nou, ik heb er 28 minuten ongeveer over gedaan. Dus daar ben ik heel blij mee.
Ja, ik ben echt blij met mijn nieuwe achtergrond. Ik vind hem heel erg leuk. En het is een stuk beter dan de vorige. Veel scherper en gewoon leuk. En ik heb ook vandaag de 6,9k behaald op mijn ASMR-kanaal. Yes! Nu ik hier dan klaar mee ben, ga ik even dat kaartje bij Dan hangen. Ik ben met dit kaartje bezig geweest, dus die ga ik er nu ook afhalen. En deze hang ik bij Dan. De thumbnail. Waarom zeg ik telkens thumbnail? De banner is af. Blij met het eindresultaat. Leuke achtergrond. En de tekst is goed. En mijn afbeeldingen zijn ook leuk. Dus helemaal blij mee. Ik had bij deze had ik nog geen echte duidelijke taak. Dus die heb ik even toegevoegd. En die ga ik nu... Nou, dat klinkt als een heel leuk geluidje. I know. De eerste taak van het magneetbord is weer gedaan. Yay! Voor nu denk ik dat ik even ga lunchen. Ik zou eigenlijk wat anders nog willen doen. Maar ja, ik denk dat dat lunchen echt wel handig is. Want ik heb wel een beetje trek. En ik heb een croissantje die ik lekker kan opeten. Want die heeft mijn moeder gedaan bij de appie. Dus echt helemaal lekker. Ik werd er gelijk ook helemaal blij van. Want ik hou van croissantjes. Het is zo lekker. Dus eerst even lekker lunchen. Lekker. Ik ben al een tijdje klaar met lunchen. En ik ben weer bezig met... mijn lifestyle achtergrond te veranderen. Dus ik ga jullie even before en after laten zien. Nou, dit is de oude achtergrond. Dit wordt hem. Ik ben benieuwd of hij lukt. Shit. Ja, het is wel mooi in het midden, maar deze twee die zitten er gewoon net buiten. Dus dat is gewoon heel jammer. Dus deze die moeten gewoon echt even iets kleiner. Nog een keer proberen. Dit was de eerste en dit is de tweede. Nou, moet wel lukken toch? Mijn haar zit er net buiten. Nou, ik ga even kijken of ik dit zo laat. Ik vraag me oprecht af waarom ik zo moeilijk doe. Want ik kan de tekst ook gewoon naar links verschuiven. Ook al zit het dan niet in het midden. Want dat is het toch al niet helemaal. Nou, laatste keer dan. Ja, hij past. Kijk, hier zit het nu binnen de lijnen. Dus, publiceren. Kanaal bekijken. Nou, dit ziet er natuurlijk gewoon fantastisch mooi uit. Nu kijk op mijn iPhone. Ik ga nu even de achtergrond op mijn lifestyle kanaal bekijken op mijn iPhone, want daar is hij meestal wat kleiner. Dus ik hoop dat hij past, maar ik weet het gewoon niet. Dus yes! Ik vraag me dan nog even af of ik hem nog meer naar links wil hebben, de tekst. Want het is wel leuk nu, heel leuk zelfs. Maar het is heel veel aan de rechterkant. En dat vind ik niet zo mooi. Nee, ik ga het toch veranderen, want ik vind het niet mooi als er... aan deze kant heel veel ruimte zit en aan die helemaal niet. Dus dat is nog één puntje waar ik even op ga letten. En dan kom ik echt bij jullie terug. Oké, hij is nu echt af. Ik heb hem iets naar die kant geschoven, de tekst en de plaatjes ook. Dus, er zit nu ongeveer evenveel, ik denk zelfs precies evenveel ruimte. Nou, in ieder geval, het zit er precies goed op. Helemaal goed. Dus ik ben helemaal blij met mijn banner. Ik vind het goed genoeg en het is helemaal leuk. Dus dat ga ik eerst even in mijn to-do-app zetten, dat ik dat heb gedaan. Ik ben nu lekker een rondje buiten aan het lopen in de zon. Dus dat is helemaal geweldig. Ik ben inmiddels weer thuis en ik ga mijn filmrol even opruimen. Ik ga gewoon van elke maand eventjes wat dingen verwijderen. Dus dan zie je hier zo dat ik zoveel dingen heb. Dat is wat ik ga opruimen van elke maand. En ik ga natuurlijk wel even before en after doen. Nou, dit is before. T8T4. Leuke getallen, maar dat boeit niemand. Oké. Let's go opruimen. Nou, het is inmiddels 4:30 en ik heb dit van mijn filmrol opgeruimd. Kleine. Dit is. En ik weet niet hoe groot het verschil is, maar dat zie ik straks al tijdens het editen. Kleine. Ik denk dat ik ongeveer 400 bestanden heb verwijderd. Ja, dat is fijn, want ik had eerst 2824 en nu 2406. Dus, dat is goed opgeruimd. Ik ga nu even mijn telefoon opladen, want ik ga straks werken en ik ga nog even wat eten. Het is 9 uur dat ik dit edit. Maar ik was dus er opeens spontaan opgekomen dat ik nog niet eens mijn to-do-list had afgevinkt voor vandaag. Dus die ga ik zo afstrepen. Maar filmrol opruimen is ook gelukt. Dat heb ik gewoon echt goed gedaan. Dus dat ga ik ook aanvinken. Maar dat wil ik nog even afstrepen. Dus dat ga ik nu even om 9 uur 's avonds doen.
Nou, mijn filmrol opruimen is zeker gelukt. Magneetbord ook. Hoi allemaal, ik heb nog niet tegen jullie gepraat vandaag. En wat ik vandaag wilde doen, is ik wilde editen en ik wil deze... Ja, het is een beetje een troepje. Het is allemaal dingen. Het zijn allemaal papieren en boeken, mappen die ik even wil opruimen. Dat ga ik nu eerst even opruimen, want dan is dat tenminste klaar. Oké, het heeft een tijdje geduurd, maar ik heb het uitgezocht. Dat uitzoeken heeft geen tijd geduurd, maar wat ik daarvoor heb gedaan wel. Is gewoon een beetje chillen, rondhangen op mijn telefoon. Maar ik heb nu... Ja, ik zal even laten zien wat ik heb. Dit is wat in mijn leerjaar 2 mag, of in mijn schoolselectie. Dit mag weg en is van Duits en dat hoef ik niet meer. En dit moet opgeruimd worden. En dit mapje, dit moet ik ook even geven aan mijn ouders. Nou, het is nu 9:55 s'avonds, zondag. En ik ben mijn filmrol aan het opruimen. En ik heb nu 2004. En mijn doel was dus aan het einde van die 6 maanden plan 2000 of minder. Dus ik ga nu de laatste 4 bestanden opruimen. Om minimaal 2000 te halen. En als ik dan nog meer te verwijderen heb, dan doe ik dat. Dus ik ga nu bij mijn december kijken. Nou ja, december 2021. En dan ga ik daar nog een aantal dingen verwijderen. Dus... Ja, let's go. Ik wil dat moment even vastleggen op beeld dat ik ermee klaar was, want dat is gewoon leuk, weet je. Volgens mij is dit de laatste video. Ja, dit is de laatste. Oh my god. Even kijken, welke was dat ook alweer? Oh ja, deze. Verwijder video. Nou, nog eentje extra verwijderen kan wel. Oh my god. Ik heb precies 2000 bestanden in mijn filmrol staan. En ik ben klaar met het opruimen van januari 2021 tot en met december 2021. Dat is echt helemaal top. Ik ga alleen nog van januari 2022 wat opruimen. Omdat ja, er zit vast wat tussen wat ik weg kan gooien. Dus dan heb ik iets minder dan 2000. Oké, ik vind het genoeg zo. Ik heb nu in totaal 1989, dus 1989 foto's en video's in mijn filmrol staan. Ja, super mooi getal. Ik ben er echt helemaal blij mee dat ik het zo goed heb opgeruimd. Dus wat ik ga doen, is ik ga naar mijn recent verwijderd. En ik ga alles verwijderen. Ik vind het echt eng. Oké, doe het gewoon. Yes! Oh my god. Recent verwijderd is helemaal leeg. En ik heb nog maar... Ja, wat ik net zei, dat aantal in mijn filmrol staan. Dus, 1 ding van mijn 6 maanden plan is al gelukt. Dat vind ik echt heel fijn. En nu hoef ik dus alleen nog maar, als ik dan telkens video's of foto's maak, dat bij te houden van, oké, dat verwijder ik, dat hou ik. Dus echt heel erg blij mee dat ik dit gewoon af heb. Ik kan het ook nog niet geloven, maar dat doe ik later wel. In ieder geval, dat wilde ik even vastleggen op beeld. En nu ga ik verder met mijn avond. Dus ja, doei doei! Hi guys, het is... 11 juli. Ja, ik heb dus gisteravond mijn film opgeruimd tot onder de 2000. Waar ik nog steeds echt super dankbaar voor ben dat ik het goed heb gedaan. En ik ben echt trots op mezelf dat het gelukt is binnen de 6 maanden. Nou ja, eigenlijk gewoon voordat de 6 maanden begonnen. Want ik zou eigenlijk vanaf vandaag pas de 6 maanden. Dus dat is fijn. Ik wil dat even aanvinken in mijn 6 maanden. Ik heb alle taken heb ik even met een to-do dingetje gedaan. Dus nu ga ik hem markeren als gelukt. Ik was nog vergeten mijn taak filmrol opruimen te voltooien in mijn to-do app. Dus dat ga ik nu even doen, want dat is wel leuk. En dan is er ook weer een taak van magneetpoort weg op mijn laptop. Yay! En ik kijk net weer bij de taak van mijn magneetpoort en ik zie het kaartje iPhone opslagruimen staan. Dus dat kaartje ga ik even verschuiven naar Dan, want die heb ik natuurlijk gisteravond voltooid. Ik heb mijn iPhone-opslag opgeruimd, eigenlijk mijn filmrol. Maar dat was eigenlijk wat ik bedoelde met iPhone-opslag opruimen. Dus dat ga ik nu ook even verplaatsen. Ik ga dit heel even vastplakken met een plakbandje, want zoals je ziet, het is heel vies en het plakt gewoon niet meer. En hij is klaar! Yes! En dan zijn dit nog maar de enige taken die ik hoef te doen. Ik bekeek me echt letterlijk 1 seconde net.
wanneer ik die taak van kamer veranderen heb aangemaakt. Donderdag 14 mei 2020. Dus ik ben het al 2 jaar aan het uitstellen. Besef even die. 2 jaar ben ik al aan het uitstellen. Oh, wat erg. Nou, des te meer rijden om het zo snel mogelijk te doen. Hi guys, het is vandaag woensdag 6:45 ongeveer. En ik heb net even op mijn MacBook de taken verwijderd uit het lijstje magneetbord in mijn to-do app. Welke ik niet meer wil filmen, qua dat ik het doe. En die taken die staan nu gewoon apart. En de taken die ik nog wel wil doen in deze serie is mijn kamer veranderen en iOS 15 telefoon. Kamer veranderen wordt een aparte video. Dus dat zien jullie als ik klaar ben met mijn kamer en met het editen daarvan. En iOS 15 telefoon, mijn telefoon personaliseren naar iOS 15 en widgets, etc. Dat komt nog in deze video voor, want ik dacht dan ben ik er gewoon lekker klaar mee. En de andere taken die ik dus bij magneetbord had staan, die staan nu bij gewoon normaal taken. Die staan niet in een lijst gesorteerd, want ik dacht nou, dat boeit niet zoveel. En als ik dat ga filmen, dan krijg ik daar ook weer allemaal druk op van dat ik dat wil editen en ik wil dat gewoon niet. Dus ik heb gewoon besloten om alleen nog iOS 15 telefoon in deze video te doen. En ik heb geen idee wanneer ik dat ga doen, maar ik denk vrijdag, want morgen heb ik het druk, heb ik er geen tijd voor en heb ik andere dingen te doen. Dus vrijdag is de perfecte dag ervoor. Dus alleen die taak komt nog in deze video voor en dan is de serie eigenlijk klaar. Dus dat heb ik net even gedaan. Ik ben heel blij dat deze serie dan af is. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Hi guys, het is vandaag donderdag 14 juli, 10:15. En het leek me nog wel even leuk om eventjes te besteden aan mijn iOS 15 telefoon. Ik ga alleen before en after doen, want om dat hele proces te filmen vind ik een beetje veel. En daar heb ik ook geen zin in en daar hebben jullie waarschijnlijk ook niet zoveel behoefte aan. Of dat jullie denken, nou, interesseert me niet zo heel veel, dus ik ga dat gewoon lekker niet filmen. Ik ga gewoon laten zien wat ik heb gedaan, niet hoe ik het doe of zo, want dat kunnen jullie allemaal vinden op YouTube hoe het werkt. En als jullie er toch nog een video over willen zien, dan reageer je even in de comments van ja, hoe werkt het? Dan laat ik er een video over zien. Maar voor nu laat ik het gewoon even zien met before en after, want dat vind ik gewoon zelf wat prettiger. Dus ik ga beginnen. Dit is een before. Ja, het beeld is een beetje geel, maar het is nou eenmaal zo. Dit is mijn eerste beginscherm en dit is mijn tweede beginscherm. Dat was een before. Ik ga nu aan de slag en ik kom bij jullie terug als ik klaar ben. Oké, hi guys. Het is een beetje heel erg laat. Vandaar ook het felle licht. Ik ga jullie nu even een after laten zien van wat ik gedaan heb. Het is ongeveer dit geworden. Ja, met het licht erbij is het echt vreselijk. Ik zal het jullie even laten zien zonder licht, want het is iets fijner. Dus het is ongeveer dit. Ik heb de camera echt heel leuk gedaan. Dus ik ga morgen eigenlijk gewoon verder, denk ik. Morgen in de ochtend. Dus morgenochtend ga ik verder en dan laat ik een after zien wat ik morgenochtend gedaan heb. Dus tot morgen. Hoi allemaal, het is de volgende dag. Het is 11:05, het is vrijdag. Ik heb de eerste pagina heb ik gepersonaliseerd met allemaal app-icoontjes. En ik vind zelf de camera het leukste. En ik heb bij productiviteit dit mapje heb ik ook gewoon omgetoverd. Helemaal leuk. Gelukkig was Notion al zwart-wit, dus daar hoefde ik niks aan te doen. En notities vind ik zelf denk ik wel echt het allerleukste. Ja, het is gewoon echt een heel leuk icoontje. I like it. En to-do kon ik ook vinden, maar dan niet via Pinterest, maar dan via Safari, dus eigenlijk Google. En Outlook heb ik daar ook gevonden. Dus die twee app-icoontjes ga ik zo even op mijn Pinterest zetten. Zodat mensen toch wel een to-do-icoon kunnen vinden. Of een Outlook-icoon. Icoon, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar dat ga ik eventjes doen op mijn Pinterest zetten. Ik heet op Pinterest Lianax. Dus die twee ga ik even op mijn Pinterest zetten. Dat eigenlijk. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Ga ik daarna even ontbijten. Ook al is het 10:50. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, de eerste beginpagina is af. En ik vind het heel leuk geworden. En de achtergrond heb ik niet zelf gemaakt. Heb ik ook gewoon van Pinterest gestolen. gepakt. Gedownload. Dus de eerste beginpagina vind ik zelf echt super leuk. Ben ik blij mee dat ik de eerste pagina heb afgerond. Ik vind hem heel erg leuk zelf geworden. Hi guys, het is avond. En ik heb net mijn iOS 15 homescreen af. Ik laat hier even een schermopname zien van mijn iOS 15 homescreen. Het is de eindetaak van deze serie, magneetbord.
Want de andere taken die had ik al in een andere map staan, had ik gezegd. Ik ga die taak in mijn MacBook nog even afvinken, zodat het gewoon gedaan is. Dan zien jullie dat beeld nog dat ik die taak afstreep. En dan is het einde van de video. Dus bedankt voor het kijken. Comment deze emoji als je tot het einde bekeken. En dan wens ik jullie nog een fijne ochtend, middag of avond. Of fijne dag, wanneer je dit ook kijkt. Doei! Wanneer je om 7:15 ging opstaan omdat je dacht dat je om 8:00 moest werken. En je vergeten was dat je vanavond pas hoefde te werken. En dat iemand anders je ochtendshift zou overnemen. Yes. Maar ik was vergeten dat ik nog het kaartje Tel iOS 14 achtergrond bij To Do had staan. En dat ik die nu bij Dan kan zetten. Dus ik ga dat nu afvinken en het kaartje bij Dan hangen.